Hij is sinds 2009 burgemeester van Rotterdam, bijna 15 jaar. En nu bezig aan de laatste maanden van zijn termijn. En ook in Rotterdam demonstreren natuurlijk studenten tegen de banden in dit geval van de Erasmus Universiteit met Israëlische universiteiten. En daarnaast leidt de stad ook ernstig onder drugscriminaliteit. En dat is ook niet sinds gisteren. Heel hartelijk welkom, meneer Abu Taleb. Middag. Ja, de oorlog in Gaza, we hadden het hier net over. Het verdeelt de samenleving. U als burgemeester, hoe gaat u ermee om in Rotterdam? Zoveel mogelijk verbinding zoeken, zoveel mogelijk dialoog kiezen, zoveel mogelijk vrede in de stad proberen te bewaken. Dat doe ik eigenlijk al 15 jaar lang. En juist in een stad als Rotterdam is dat van grote betekenis. Dat je balanceert op een ingewikkelde lijn, maar dat er steeds vrede in de stad voor ons voorop staat. Ja, u legt ook het verband met oorlogen toen. Ook met de Tweede Wereldoorlog, met Oekraïne, wat er nu gaande is. Ja. Waarom doet u dat? Omdat mijn stad zwaar gebombardeerd is. Op 14 mei, ongeveer 1:30, is de stad platgelegd. En de consequenties daarvan zijn nog steeds zichtbaar in de stad. De wederopbouw is eigenlijk nog steeds niet voltooid. En ik zie dezelfde bommen vallen in Oekraïne. Ik zie ze zelf vallen in een oorlog die we niet zoveel noemen. In de Soedan. Ik zie ze in een tal van Afrikaanse landen vallen. Maar ook op de Gaza zie ik die. En ik denk dat je dat best mag benoemen. Ja. Deze week het onderhandelaarsakkoord, ook een onderwerp van gesprek hier. We hebben er veel over gehad. Ziet u lichtpuntjes voor uw stad eigenlijk? Een aantal dingen. Ik vind bijvoorbeeld de wens om fors te gaan bouwen, waar 5 miljard euro voor uitgetrokken is. Dat vinden wij ook als stad vinden we het prettig. Mm-hmm. Het doorzetten van de lijn van het huidige kabinet om zo'n 20 kwetsbare wijken in Nederland, waaronder het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, voor te zetten, vinden wij een plus. Wat ik zelf echt een min vind, een duidelijke min, anders dan de partij presenteren, is toch het veiligheidsbeleid. Daar wordt nu in de boeken 300 miljoen euro voor neergezet. Ja, 300 miljoen per jaar extra voor politie, justitie en veiligheid. De hele rechtsketen, zeggen wij dan. Hè? En wij weten als bestuurders van de politie, en dat zijn dan toch de burgemeesters van Nederland, en dat hebben we ook opgeschreven, dat alleen voor het continueren van het huidige werk van de politie, dus niks erbij, 200 miljoen euro structureel per jaar nodig is. 200? Ja. Nou, dan houdt u nog 100 over. Dan hou je dus niet zoveel meer over. En eigenlijk als je daar wat dingen wat bij wil doen, digitale criminaliteit of in mijn geval internationale drugsbestrijding, dan kom je eigenlijk bij lange na niet meer dat geld. Dan los van het feit dat wij ook als burgemeesters nog een pleidooi houden voor boven de reguliere capaciteit voor de politie, zou je eigenlijk ergens een kleine 1000 agenten in Nederland moeten hebben die beschikbaar zijn voor grote gebeurtenissen. Bijvoorbeeld een NAVO-top volgend jaar. Want het water loopt u over de laarzen, om het zo maar te zeggen, als het gaat om drugscriminaliteit. U heeft ook samen met burgemeesters van Hamburg en Antwerpen opgeroepen, de diverse nationale regeringen en de Europese Commissie, om in actie te komen. Ja. Hoe dringend is het nu? Ik vind het bijna frustrerend. Het is eigenlijk totaal niet urgent. Achtereenvolgende kabinetten, dus het is niet alleen maar wat nu op papier staat. Maar mag ik een voorbeeld parallel trekken? We vinden asiel belangrijk in Europa. Ja. Dan trekt een EU-trojka onder leiding van von der Leyen naar Afrikaanse landen, soms met een dubieus statuur, om daarmee te gaan praten, afspraken mee te maken en de portemonnee open te trekken. Drugsbestrijding wordt overgelaten aan 3 burgemeesters in Europa. En wij mogen dan naar die presidenten in Latijns-Amerika. En dan kom ik dan binnen bij de president van Ecuador. Die vond mij met heel veel egaars. En dan zegt hij, fijn burgemeester dat u bent. Weet u dat uw land in mijn land geen ambassadeur heeft? En dan? Een moeilijk gesprek. Vindt u ons eigenlijk wel interessant? U komt hulp zoeken. En we willen wel, maar ik zit zelf met mijn handen in het haar, want mijn leger vecht tegen 20.000 tot 40.000 zwaar bewapende criminelen in de haven van Guayaquil. En dat kunnen ze makkelijk, want ze verdienen daar 200 tot 300 miljard dollar per jaar aan die troep die wij hier snuiven. Daar gaan we eens even wat preciezer naar kijken. Want u zei al, ik ben naar Ecuador geweest. Danny Goossen, die heeft ook voor de NTR een documentaire gemaakt daarover. Niet speciaal over u, maar over Ecuador en de drugscriminaliteit daar. Hij sprak met de weduwe van een politicus. Die is vermoord. De man was presidentskandidaat. Ja. En hij laat haar zien welke keuze we hier in Nederland hebben als we drugs zouden willen bestellen. Ja. You have Colombian coke, Bolivian coke, coke from Peru. So yeah, they say the keuze is reuze. You have a lot of choices, huh? You can choose. And just from your phone, WhatsApp, and yo solo veo sangre en ese menú porque la sangre de mi esposo está ahí
Las lágrimas de mi esposo, de mis hijos, las mías, las de muchísima gente están en ese menú reflejadas. Solo veo eso. Ja, ik zie het bloed van mijn echtgenoot kleven aan die menukaart, zegt zij. Is dat niet het werkelijke probleem dat wij hier van alles kunnen bestellen voor een leuk avondje, maar niet de gevolgen zien? Ja, zeker. Dat speelt zeker een belangrijke rol. Al weten wij op basis van analyses van wetenschappers dat dit vraagstuk vooral ook aanbodgedreven is. Hè. Het wordt geconsumeerd omdat dat ook achter op de markt is. Maar het is zeker waar dat wij ook een veel te verwijten hebben aan onszelf, aan ons eigen gedrag. En nogmaals, wij verspijkeren hier met elkaar in Europa en wereldwijd zo'n $200 miljard. En mijn waarschuwing is deze. Ecuador, daar ben ik nog 2 jaar geleden geweest. Dat was een vredig land. Het produceert geen cocaïne. Het is afgegleden. In 2 jaar tijd? Ja, wij produceren in Nederland ook geen cocaïne. En we hebben hier een moord op een journalist. We hebben hier een moord op een advocaat. En we hebben hier een moord op een broer van een kroongetuige. Zeg mij dus niet van ons lot zal niet hetzelfde worden als wat daar gebeurt. En met 200 miljard, sorry, kun je iedereen corrumperen. Dus ook het politieke systeem, dus ook het douanesysteem, dus ook het politiesysteem. En daarom waarschuw ik, en echt Nederland en Europa heeft nog steeds niet door hoe groot de dreiging is die met 200 miljard in de lucht aan de orde is in onze eigen stabiliteit. Uw Amsterdamse collega, mevrouw Halsema, die deelt uw zorg dat Nederland zou kunnen vervallen tot een narco-staat, of ja, misschien voor een deel al is, maar komt met een totaal andere oplossing. Ja. Zij zegt ja, reguleren ja, van cocaïne. Dus dat is de overheid een rol geven bij het verkopen, verstrekken van cocaïne. Ja. Het gaat richting legaliseren. Ja. Dan raken die bendes, zegt ze, hun machtsposities kwijt. Dat is precies daar waar het denken fout gaat. Die criminelen gaan niet met pensioen. Die zijn niet deze wereld om te zweten voor hun centjes. Dan schuiven ze gewoon naar een volgende tak van de criminaliteit. En ik denk dat dat echt een... Wat is dan de volgende tak? Wapenhandel, mensenhandel, handel in allerlei andere zaken die daglicht niet mogen verdragen. En ik denk dat de redenering is dat deze criminelen, als je hun verdienmodel afpakt, dat zij met pensioen gaan, dat dat een volstrekt fout redenering is. Nee, maar goed, je hebt dan misschien wel, als cocaïne zo'n populair middel is, hier in Nederland en andere westerse landen, dan kun je dat in ieder geval, zal haar gedachte zijn, in de hand houden. Ja, maar ik heb ook nooit gezegd, en mijn collega's overigens ook niet, dat het nul wordt. We hebben gezegd, het moet beheersbaar blijven. En daar moeten onze politieautoriteiten tegen kunnen optreden. Afgelopen week, mind you, 30 jonge mensen in de Rotterdamse haven opgepakt. 30, in een paar dagen tijd. Die allemaal komen om coke uit containers te halen. En ik denk dat deze jongeren komen al met kwetsbare gezinnen, kwetsbare wijken. En daar is er niet tegenaan te regeren. Ook niet voor mevrouw Van der Plas achter mij, zeg ik maar even als waarschuwing. Er is niet tegenaan te regeren. Als je niet dit fenomeen aanpakt, rennen die achterstandswijken in Nederland, waar we het nu over hebben, zo'n 20 in totaal, enorm achteruit. En wij doen het niet alleen voor de snuivers, maar we hebben grote zorgen over kwetsbare jeugd in onze wijk. En ik denk dat dat belangrijk is. Ja, dus zegt u tegen dit komende kabinet en tegen mevrouw Van der Plas en tegen de onderhandelaars die nu gaande zijn, die bezig zijn om die bewindslieden bij elkaar te krijgen en een regeerakkoord te schrijven. Wat is precies wat u tegen ze zegt? Wat moeten ze doen? Neem dit diep, diep, diep serieus. Als u asielzoekers zo serieus neemt, zo'n vraagstuk zo serieus neemt, zou je eigenlijk ook dit vraagstuk op eenzelfde manier zouden je moeten willen benaderen. En dat moet je ook een Europese vuist tegen maken. Stuur je trojka bij wijze van spreken morgen naar Latijns-Amerika. En neem die landen ook serieus en help ze bij dit vraagstuk. Het is ook een armoedevraagstuk voor een deel daar. Help ze bij dat vraagstuk. Ja. Want als ze er niks aan doen, glijden onze wijken uit en er is niet tegenaan te regeren. Mevrouw Van der Plas, bent u onder de indruk van deze vraag, van deze oproep van meneer Abu Talib? Zeker. En het is goed overgekomen. Ik wil er wel bij benadrukken, en dat zal de heer Abu Talib ook hebben gelezen. Er staat echt een heel stevig veiligheidsparagraaf in het akkoord. Hij zegt het is bij lange na niet genoeg voor wat ik in Rotterdam moet doen. Nee, dat respecteer ik, dat hij dat zegt. Maar het is niet voor niks dat wij de law and order, hè, om het maar even zo te zeggen, echt wel heel stevig in het regeerakkoord hebben gezet. Of op het hoofdlijnenakkoord. Misschien als de uitwerkers van het regeerakkoord nog eens een keer in Rotterdam langskomen de komende tijd. Ja, misschien is dat een heel goed idee. Ja. Nog even over het kabinet en natuurlijk ook over de in opspraak geraakte Ronald Plasterk. U kent hem trouwens, hè, want u heeft samen met hem gezeten in kabinet Balkenende IV. Zou hij op zich een goede
premier zijn die die kikkers in de kruiwagen kan houden? Nou, volgens mij moet ik als burgemeester me daarvan onthouden. Plasterk en ik zijn zeer gewaardeerde collega's geweest. Ik ben een zeer intelligente man. Maar de situatie die nu aan de orde is, ik weet ook niet op haar minuut die gevraagd is. Dus daar moet ik ook daarvan van onthouden. Maar wat mij betreft is er echt nog een andere kandidaat als minister-president. En dat is? Meneer Wilders zelf. Die zou premier moeten worden? Ja, vanzelfsprekend toch. Ik bedoel, meneer Wilders... Ja, ik snap natuurlijk alle prikken omheen, maar er is zo'n breuk met onze traditie dat de leider van de grootste politieke partij niet de premier wordt van een land. Ik denk, laat meneer Wilders dit kabinet gaan leiden. Dan kan hij zelf alle knopen doorhakken. Ja. En het lijkt mij fantastisch voor, dit kabinet om daar om hem gewoon te vragen. Zit er niet in, hè, mevrouw Van der Plas? Ja, dat nou, ik weet niet of de heer Abbe Talib onderhandeling heeft gevolgd. Maar wij hebben in een vrij vroeg stadium afgesproken dat de partijleiders in de Kamer blijven. Ja. En dat is ook onderdeel van de onderhandelingen geweest. Dus ja, wensdenken, ja, okay. Meneer Abbe Talib. Ik heb wel gevolgd, hè? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ik heb het allemaal gevolgd. Maar ik ben redelijk ingeburgerd in Nederlands politiek de afgelopen 50 jaar. En wat mij betreft, volgens de regelen der kunst zou meneer Wilders gewoon premier moeten worden. Duidelijk. Zeg, meneer Abbe Talib, u gaat ook afscheid nemen. Ja. Is dat moeilijk? Nee, niet. Nee. Elke tijd heeft ze mensen. Ik heb het 16 jaar lang gedaan, dus nu andere mensen. Ja, we praten wel heel makkelijk. De minister van Onderwijs deed dat nog korter. Ja. Anderhalf jaar eigenlijk maar, dat hij echt wat mocht doen. Ja. En maar goed, u gaat afscheid nemen en veel mensen in uw omgeving vinden dat ook helemaal niet leuk, merken wij. Nee, dat doet me deugd. Dat er echt heel veel Rotterdammers, maar ook daarbuiten overigens, mensen zeggen van, nou, waarom doe je dat nou? Waarom stop je daarmee? Kun je nog een tijdje blijven? Zeker in deze onzekere tijden is het misschien niet verstandig om wat langer aan te blijven. Maar elk moment is een ongeschikt moment. En ik denk het verstandig is dat ik nu het roer overdraag aan iemand anders. Er zijn 26 kandidaten. Er komt vast wel een goede vrouw op mijn hart. Doet wel een beetje pijn? Nee, echt niet. Het doet geen pijn. Nee? Nee, nee, is heel gek. Opluchting? Ik ben er een jaar ongeveer na dit besluit gegroeid. Zo ongeveer vanaf april vorig jaar. Het is mooi zo. Ja. U past ook bij de stad. Hè? Door Jules Deelder zo mooi omschreven in het gedicht Roadtown Magic. Kent u het? Ik heb net de tekst in mijn hoofd. Het is niet camera-gevoelig, lijkt niet mooier dan het is. Het ligt vierkant, hoog en hoekig, gekanteld in het tegenlicht. Ja, ja, prachtige tekst. Ik ken ook nog zijn uitdrukking dat hij zei... in Rotterdam worden zo weinig films gemaakt, want Rotterdam is niet te filmen. Ja. Goed, heel hartelijk dank. Graag gedaan. En succes. Bedankt voor het kijken. En vond je dit een goed gesprek? Vergeet je dan niet te abonneren. Een like of een comment achterlaten kan natuurlijk ook. Oh ja, had je dit al gehoord? Dat is uiteindelijk het spel waar we het moeten hebben. Kijk, onze enige natuurlijke hulpbron is het talent van onze mensen. En daar moeten we het van hebben. Ja, dat is mooi gezegd. Zo had ik er nog nooit over gedacht. Maar u zegt dus eigenlijk, doe dit niet.